Het ministerie van Defensie heeft deze maand hoog bezoek. Minister Krishnakumari Mathura heeft tijdens een persconferentie op donderdag 11 augustus de komst van twee hoge legerfunctionarissen aangekondigd. Het gaat om de Colombiaanse generaal Hernando Garzón Rey en Laura Richardson, generaal van de US Southern Command. De functionarissen doen Suriname aan in het kader van de intensieve samenwerking die de defensieorganisaties met elkaar hebben. We hebben een hele effectieve internationale samenwerking op verschillende gebieden. Niet alleen wat versterking van ons instituut betreft, maar ook gewoon operaties. Daar zal de bevelhebber straks ook erop ingaan. Maar ik kan u wel meedelen dat we augustus twee bijzondere bezoeken hebben. En het eerste is dat op 7 augustus hier op bezoek generaal Garzón, die is van Colombia, maar hij werkt in de Verenigde Staten en hij is meer humanitaire projecten, maar ook rampenbestrijding, projecten met rampenbestrijding. Daar zal het accent tijdens het bezoek gelegd. Verder hebben we eind augustus bezoek van de generaal Laura Richardson en zij is de commandant van de Southcom. Weet, toen ik pas minister was, toen was admiraal Veller hier en hij was de commandant van de Southcom. Inmiddels is admiraal Veller met pensioen en heeft generaal Richardson overgenomen en zij gaat ons vereren met een bezoek. Eind augustus. En nou, onderwerp is ook de samenwerking met de Verenigde Staten. En we gaan ook in het programma opnemen een Women, Peace and Security event. En dat betekent dat we eigenlijk met de vrouwelijke collega's binnen Defensie, maar mogelijk ook andere dienstonderdelen, een sessie zullen hebben waar we proberen te kijken van hoe we mensen kunnen inspireren, meer vrouwen binnen de eigenlijk veiligheidsdiensten. Een beetje empoweren, een beetje aanmoedigen. Ja. En dan als laatste, en laat me dit ook zeggen, dat we afgelopen periode een dienstreis hebben afgezegd vanwege de nationale ontwikkelingen, openbare ordeverstoringen. En dat was de minister van Defensie meeting in Brazilië. Waar ik ook uitgenodigd was, waar ik ook zou spreken en waar ik ook daarnaast een iets zou zeggen over Women, Peace and Security, maar dat hebben we afgezegd. Maar tijdens dat bezoek zouden we ook een memorandum of understanding tekenen met Colombia. Dat is omdat wij het bezoek hebben afgezegd, niet getekend. En eigenlijk eerste week september zouden we ook naar Peru moeten. Voor vredesmissies. Want wij hebben in ons beleidsplan ook dat we deelnemen aan internationale vredesmissies. En daar zou een conferentie over zijn. En daar zou ik het contact leggen eigenlijk hoe wij meer getraind kunnen worden om deel te nemen aan internationale vredesmissies. Maar dat bezoek hebben we ook afgezegd. En eigenlijk zouden we dan ook weer combineren met een sessie over Women, Peace and Security, dus dat gaat ook niet door. Dus we kijken wanneer we die MOU met Colombia kunnen tekenen. Ik denk dat het heel belangrijk is, die samenwerking met Colombia in de regio. En als laatste, wij zijn bezig te organiseren, en dat wordt november waarschijnlijk, de Strategic Dialogue. Vorig jaar hebben we dat gehad. Guyana Shield Strategic Dialogue in Frans-Guyana. Het was een initiatief van Frans-Guyana. Suriname en Guyana hebben daaraan geparticipeerd. Dit jaar organiseren wij in november, ja. En wij willen Brazilië erbij betrekken. Dus het wordt Guyana, Frans-Guyana en Brazilië samen met Suriname. En het accent wordt gelegd van hoe kunnen we de dreigingen, de internationale dreigingen die op ons komen, hoe kunnen we dat samen mitigeren? Hoe kunnen we beter met elkaar werken?